This is the kip. Just I'm mixing it with kruiden. Kruiden. Kip. Een klein beetje Ghana in Breda. Samen koken met landgenoot Matthew Amoah is een feest voor Thomas Ejiapong. We have to vote. Who is going to the toilet first? Een beetje aandacht is af en toe goed voor de huurling van Manchester City. Very homesick. Sometimes I get it, but it's not frequent. I call my mom. You talk. She makes me laugh. I make her laugh. It's not that very hard because I left home at a very young age. Matthew, I'm actually enjoying it. I didn't know that, eh? I didn't know you got skills, you know. My wife is a really good cook. Oud-NAC-spits Matthew Amoah kwam ook op jonge leeftijd naar Europa. Hij helpt Thomas Ejiapong waar mogelijk. Het enige verschil is, ik kom terug in Preggersen. En hij woont alleen. Dat is wel een verschil. Omdat als je met mensen om je heen, bijvoorbeeld ouders, ze gaat je leren hoe je moet omgaan met mensen, ook met de Nederlandse mensen, Nederlands eten. En dat heeft mij de dingen wel geopend. Maar nu, hij woont alleen, hij kan alles van zichzelf doen. Maar aan de andere kant, volgens mij, denk ik, hebben we mensen om zijn heen nodig. Thomas is wat verlegen en vraagt niet snel om hulp. Maar Matthew Amoah is er voor hem. Ik ben iemand, als het Ghanese ken of ziet, bijvoorbeeld ja, nu in Breda, ja, dan zeg ik, ja, oké, okay, is mijn broer. Iedereen heeft een proef. Dus jij moet ook proeven. He was a mentor. He advised you about how things goes and when you're in difficult times. He's a great guy. Yeah. He said that the kinderen in Afrika hebben honger. We hebben geen honger. Wat Ejiapong gemeen heeft met Amoah is dat hij erg snel is op het voetbalveld. Maar dat explosieve leidt helaas regelmatig tot blessures. Ook nu is hij aan het revalideren van een kwetsuur aan zijn hamstring. Sometimes it's bad, but it's at the same time, sometimes it makes you more wise and more mature and you get to know your body. Because when you're young, you don't fully understand how your body works. It's like that, you know. So if you are fast, there's an advantage and the disadvantage is you have muscle injury. So I'm aware of it. NAC doet er alles aan om Ejiapong fit te krijgen voor de laatste twee duels van deze competitie. Het is echter de vraag of dat lukt. My goal is, of course, the main goal is for NAC to stay in the league. And if I can do anything to help, even maybe not playing, but also supporting my teammates, is also part of being a team and also achieving our goal. Yeah. Hij is snel. Volgens mij nog sneller dan ik. Dus ik denk, hij kan heel veel uit voetbal brengen. Maar alleen, ja, hij moet... De blessure moet gewoon weg. Het zou best kunnen zijn dat Thomas Ejiapong zijn laatste duel voor NAC al heeft gespeeld. De toekomst van de huurling ligt namelijk niet in Breda. Yeah, of course everybody knows you have a big dream. You know, you want to play for the big clubs in the world. You know, so that's my dream. Yeah. Let's close our eyes. Oh Heavenly Father, we thank you. Als ik moet zeggen dat ja, ik gewoon bij NAC blijven en dan elke week gewoon zijn minuut pakken. En als je elke week speelt. Ja, was zelf gewoon beter. Smakelijk. Toilet? Waar is het toilet? Ja.